Goedendag, mijn naam is Ralph Keelda. Het is vandaag 4 juni 2020. Ik wil het in deze video hebben over de zoon van Elon Musk en Grimes. Zoals bekend heeft de zoon van Elon Musk en Grimes de volgende naam gekregen. XAEA12. Ik heb in een eerder video uitgelegd wat de betekenis is, namelijk de X is letter 24 van het alfabet, de A eerste letter, de E vijfde letter. Nou, als je ze zo door optelt, dus 2 plus 4, ja, plus 1 plus 5, plus 1 plus 1 plus 2, ja, en je gaat je daar rekenen door totdat je uitkomt op dat getal dat slechts uit één cijfer bestaat, dan kom je uit op 7. Als je kijkt naar de naam Musk, ja, de M is de 13e letter van het alfabet, de U 21ste, als je ze doorrekent, kom je uit op 19 en 1 plus 9 is 10, de 0 mag je weglaten, is 1. Dus de naam volledig is XAEA12, Musk is 7 plus 1 is 8. Ja? Yes. Ja, dus XAEA12, Musk is 8. Dus hier moet nog dus Musk tussen. Musk moet hier nog tussen. Ja, is 8. Ja. Oké. Wat we hebben gezien is dat 8 ook het getal is van COVID. Ja, als je dat zo gaat analyseren, dan krijg je dus de C is de derde letter van het alfabet. De O 15e, V de 22e. Enzovoort, dan kom je uit op 8. Ja, 3 plus 1 plus 5 plus 2 plus 2 enzovoort 26. En 26, 2 plus 6 is 8. En wat is geest nummer 8? Is de maan, energie van overledenen, koolstof, zuurstof, kobalt, lood, goud, koper enzovoort. Een verzameling van energieën is geest nummer 8. En ik heb eerder verteld dat dit stukje, hè, energie van overledenen, die is verantwoordelijk voor COVID-19. Ja, dus energie van overledenen is gelijk aan het nieuwe coronavirus. Ja, dus een deel van geest nummer 8 is verantwoordelijk voor COVID-19. Oké, en religies en mythes worden verzameling aan energieën van nummer 8, dus geest nummer 8, ook genoemd Jezus, ja, door de christenen, Allah, door de moslims, Shiva door de Hindoes, Boeddha door de Boeddhisten, Yin door de Yin en Yang gelovigen en mensen die doen aan Feng Shui. Ook wel genoemd, de geest nummer 8 wordt ook wel genoemd Apuku, door wie die gelovigen. Voorheen ook wel genoemd Morpheus, het medicijn morfine is afgeleid van de naam Morpheus, een van de goden van de dromen. Christenen beschouwen één boek. Sowieso één boek als heilig. Donald Trump stond onlangs met het boek voor een oude kerk op aanraden van zijn dochter Ivanka. Op nagenoeg, ja, of hetzelfde moment, of nagenoeg hetzelfde moment, werd gedemonstreerd tegen geweld, tegen, dus aanleidingstekens, zwarte mensen. Trump gaf kort geleden aan dat als het plunderen begint, ook het schieten, ja, door agenten en door het Amerikaanse leger op demonstrerende plunderaars begint. Ja, dus op het moment dat hij dus met het boek dat hij heilig vindt, in ieder geval het boek dat de Bijbel genoemd wordt, hij toont het boek en nagenoeg hetzelfde moment of een moment daarvoor geeft hij opdracht, hè, dat mensen, in ieder geval dat gewapende agenten en militairen mogen schieten op iemand die misschien een brood steelt of een koelkast of whatever. In dit boek, de Bijbel, is Jezus de zoon van Johannes. Johannes is de volgende energie, zwavel. Johannes is ook weer bekend als Lucifer door de christenen, Ram door de Hindoes, Akantasi door de Winti gelovigen. Voorheen was Johannes ook bekend als Hypnos. En er zijn nog meer namen hoor, Thor, Dondergod enzovoort.
Als je bedenkt dat in het boek van de christenen Jezus de zoon is van Johannes en Maria, dan begrijp je ook hetgeen dat hier staat, dat het klopt. Want Maria is namelijk zwaartekracht en Johannes is zwavel. En wat mogelijk is, is dat bijvoorbeeld na een aardbeving, want de zwaartekracht heeft daarmee te maken. En de zwaartekracht is Maria door de christenen, Shanti door de hindoes, Zeus in het verleden, Romulus, zijn de Italianen, Athene, de Grieken, Aisa, wint die gelovigen. En dus wat mogelijk is, is dat na een aardbeving er sprake is van een vulkanische uitbarsting. En een vulkanische uitbarsting, daarbij is ook zwavel aan de orde. En wat je dus krijgt, zwaartekracht plus zwavel, leidt tot koolstof. Geest nummer 8 weer, want koolstof is een deelverzameling van geest nummer 8. Dus geest nummer 8, energie nummer 8 bestaat uit verschillende energieën. En één van de energieën is koolstof. En koolstof weer resultaat van aardbeving en vulkanische uitbarsting. En aardbeving te maken met zwaartekracht. En vulkanische uitbarsting weer te maken met zwavel. Dus Jezus is de zoon van Johannes. En koolstof is de zoon van zwavel. De zoon van zwavel en zwaartekracht. Dus, voorbeeld. Piet heeft een zoon die Jan heet. Hoe kan Jan ook wel worden genoemd? Kleine Piet. Dus kleine Piet is hetzelfde in dit geval als Jan. Dus koolstof als zoon van zwavel is kleine zwavel. Zwavel is geest nummer 6. Dus kleine 6. Ja. Little x is kleine x. X is het 24ste letter van het alfabet. 24 is gelijk aan 6. Ja, dat wat we hier noemden. Hè. Zwavel is geest nummer 6. Dus als je zegt zoon van 6, kun je ook zeggen kleine 6. En hoe noemen ze hun zoon? Kleine 6. Kleine x. X is 6. 6 is Johannes. De christenen, Ram, Hindus, Akantasi, Wint die gelovigen. Voorheen ook Hypnos, Dondergod, Thor, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dus kleine Johannes is de zoon van Johannes. Is Jezus. Klopt, bevestiging. Naam is Jezus. Dus de naam die Elymas en zijn vrouw aan hun zoon hebben gegeven, is Jezus. Ja, volgens de christenen is de naam Jezus. Volgens de moslims is de naam Allah. Volgens de hindoes is de naam Shiva, enzovoort. Volgens de wintigelovigen is de naam Apuku. Bijnaam is kleine zwavel, een kleintje van zwavel. Nu is de vraag, weten Elymas en Grimes dat ze hun zoon de naam, dus Jezus, / Allah, / Shiva, / Buddha, / Yin, / Apuku hebben gegeven? Nee, waarschijnlijk niet. En de bijnaam, kleine, dus zoon van Johannes Rama Kantasi? Nee, waarschijnlijk ook niet. Dit is de manier waarop energieën de mens gebruiken. Ze laten de mens het ene denken, te doen, maar in werkelijkheid iets te doen met een andere betekenis. Dat geldt ook voor rituelen, zoals onder andere Sinterklaas, kerstviering, Halloween, enzovoorts, enzovoorts. Ja? Nou, dus bij deze is de code gekraakt. Dankjewel voor het kijken. Veel succes daar.